Zeven jaar geleden, na de laatste wedstrijd in Europa, start BVHC weer haar Europees avontuur. In de tweede ronde van de European Cup speelt de ploeg van Joost Smeets dit weekend tegen Ramat Hasharon uit Israël. Dit jaar koos de ploeg om weer Europa in te gaan. Nou ja, het is best een opgave. Het is een financiële opgave. En ondertussen zijn in de afgelopen zeven jaar zijn de voorwaarden vanuit de European Cup zijn veranderd. Die deelname nu wel wat makkelijker maken dan dat ze in de afgelopen jaren waren. De ploeg uit Israël speelt in de Israëlische Premier League en is sinds het seizoen 2014-15 actief in de European Cup. Het was ook gelijk in dit eerste deelnameseizoen dat ze het beste resultaat behaalden, namelijk de kwartfinale. Het jaar daarna verloren ze nipt in de derde ronde van Alsmeer. Maar goed, je speelde een keer tegen een buitenlandse team. Dat spreekt aan, denk ik, ook voor het publiek, maar ook voor ons. Helaas spelen we twee keer thuis, hè. Geen tripje naar Tel Aviv. Maar goed, we willen een ronde verder komen. Dus ja, als je twee keer thuis speelt, heb je misschien een klein voordeel. Dus dat is misschien gunstig. Ja, verwacht je dat? Verwachten? Ik verwacht een gelijkwaardige tegenstander. Ik heb wat beelden van hun gezien, ze zijn fysiek sterk. Maar goed, wij moeten op ons best spelen om een ronde verder te komen. En ja, er liggen zeker mogelijkheden. Het wordt ons werkloop. We zullen onszelf moeten overstijgen om daar iets te halen. Maar ik denk wel, met het publiek en het Europees spelen is een ander gegeven dan de competitie. Hè. Dat is toch altijd iets speciaals. Beter om zich goed op te laden daarvoor die wedstrijd. Het zal ook wel gebeuren als je vol huis hebt. En het publiek stuurt ons naar betere prestaties. Daar ga ik vanuit. Pevo kent een slechte start van de competitie. De handballers wachten na zeven wedstrijden nog altijd op een eerste overwinning in de Bena League. Nou goed, we hebben de afgelopen zeven wedstrijden niet goed gepresteerd. Je had één punt, dus het is een beetje teleurstellend allemaal. Maar goed, we moeten het vergeten zijn komende zaterdag. En we moeten er vol voor gaan en we moeten vooruitkijken en niet meer terugkijken, denk ik. Ja, niet goed, hè. 1 op 14. Maar de begin krijg je wat klappen. En dan zie ik toch bij spelers van vertrouwen wat wegdeemsteren, twijfel, sluipt in de rangen. En dat moet opgekikt worden. En dan hangt van kleine dingen af. Als je hikken elke wedstrijd tegen de 30 doelpunten maken aan, dan krijg je altijd iets meer dan 30 binnen. En dat is, ja, als je er 4 of 5 kan minder binnenkrijgen, 3 of 4 meer maken, dan heb je een heel ander gegeven. Ja. En dat moet eruit zijn. Dus een beetje de onzorgvuldigheden, de twijfels. Onvoorbereide schots pakken van die dingen, gemakkelijk balverlies, word je bestraft in een omschakeling. Die kleine dingen, als die eruit gaan, dan komt dat wel goed, maar het moet eruit en die twijfel en het moreel moet opgekrikt worden. Zaterdag om 4 uur wordt de thuiswedstrijd gespeeld, op zondag om 3 uur de uitwedstrijd. Om praktische reden vinden beide wedstrijden in de Heuf plaats en reist het team niet af naar Israël. Ja, wij hopen op een volle Heuf. Dan wordt hij vanzelf kolkend, denk ik. Als de Bevo-aanhang zich laat horen en we met z'n allen op de banken gaan staan om dit team naar de overwinning te schreeuwen. Publiek is welkom. Kaarten zijn te reserveren via de website van BVHC. Wij zijn er klaar voor.